Hi, dit is Kevin van Snapshot Dojo en ik probeer nu in de camera te kijken. Ik ben nu in Antwerpen voor een project van school, van de Fotoacademie. En we moeten een thema of een gevoel of een sfeer of een verhaallijn van een boek fotograferen. En het boek wat ik heb gekozen, of in ieder geval je kon kiezen uit twee boeken, De Komst van Joachim Stiller en het andere boek was Het Dwaallicht, die zich beide in Antwerpen afspelen. En ik heb gekozen voor Joachim Stiller, of de komst van Joachim Stiller. En ja, daar ben ik nu voor aan het fotograferen in Antwerpen. En eigenlijk twee tips die ik graag wil delen met jullie, of lessen die ik heb geleerd tijdens het project, is ten eerste het belang van onderzoek. Als je een fotografieproject hebt of een serie wilt maken, is het echt heel belangrijk om onderzoek van tevoren te doen. Dat kan op verschillende manieren. Je kunt bijvoorbeeld een moodboard maken, waarbij je van tevoren visueel maakt wat je eigenlijk in gedachten hebt qua fotografie. Waarbij je dus verschillende plaatjes kunt verzamelen van internet of uit tijdschriften. En letterlijk opplakt op een groot vel wit papier. En daarmee de sfeer wilt weergeven die jij ook wilt bereiken. Dus je kunt bijvoorbeeld, stel je hebt een plaatje van een locatie die je graag wilt betrekken in de fotoserie. Dat je die foto combineert of in ieder geval opplakt in combinatie met een model, een man of een vrouw, die in de buurt komt van de persoon die jij wilt graag fotograferen. Zodat je die twee dingen combineert. En uiteindelijk kan je die persoon dan in de locatie fotograferen. Maar ja, dan kun je op internet zoeken, met zoek naar moodboards. Wat heel veel mensen doen is, die gebruiken Pinterest om moodboards te creëren, ook heel handig. Dus dat is het onderzoek visueel maken, maar je kunt ook dus echt locatieonderzoek doen. Ik ben 2 weken geleden ben ik naar Antwerpen geweest, gewoon puur even voor mijn eigen gevoel, om even de stad een beetje te verkennen, zodat ik alvast wist waar de locaties waren en mezelf vertrouwd te maken met de omgeving. Dat is één, dus het belang van onderzoek. En de tweede les die ik heb geleerd is, doe wat je leuk vindt. Dat klinkt heel, heel logisch eigenlijk. Maar wat ik in eerste instantie wilde fotograferen is de sfeer van het boek. En de sfeer is een soort van, het verhaal is een beetje mysterieus. Er is een mysterieuze hoofdpersoon die pas tot het einde onbekend blijft. En die wilde ik fotograferen, maar dat bleek, vond ik heel lastig en eigenlijk ook niet heel leuk om te doen. Ik heb gisteren de hele dag in Antwerpen rondgelopen en tevergeefs eigenlijk foto's gemaakt. Ik ben er gewoon niet tevreden over. En toen kwam eigenlijk een soort van de eye-opener van waarom ga ik niet doen wat ik leuk vind? En dat is nog steeds mensen zo te fotograferen. Dus wat ik graag wil doen, ik heb net één persoon gefotografeerd. En die heb ik gewoon op straat aangesproken. Is de drie hoofdpersonages fotograferen. En dat hoop ik zo snel mogelijk te kunnen laten zien op mijn blog. In deze blogpost. En ik ga nu op zoek naar de twee andere personen die voldoen aan wat mij betreft in ieder geval het beeld wat ik heb bij de drie hoofdpersonen. Ten eerste, de tip is doe onderzoek. En dat kan heel groot zijn of dat kan heel klein zijn. Waardoor je alvast meer een richting krijgt van wat je wilt fotograferen. En de tweede is doe wat je leuk vindt. En die twee kun je natuurlijk heel mooi combineren. En ik ga nu op zoek naar de twee andere personages in het boek, vanuit het boek. En ik zie jullie de volgende keer.